De Internationale Dag van Social Media is gisteren voor de 7e keer gevierd. In dat kader is in de bankethal van Hotel Torarica de Social Media Conference Suriname 2017 georganiseerd. De conferentie bestond uit de paneldiscussie Social Media, een vloek of zegen? Het doel van deze dag is om bedrijven en particulieren te helpen met het correct en optimaal inzetten van sociale media als marketing- en communicatietool. Ook worden tips gegeven over hoe social media geïntegreerd kan worden in een marketingstrategie of aangewend kan worden voor persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de social media conferentie hebben enkele gerenommeerde sprekers hun ervaringen, tips en tricks en succesverhalen binnen de social media wereld gedeeld met de aanwezigen. Daarnaast waren er ook een blogging, mobile en een community panel. Het community panel bestond uit Fernandes-directeur Dirk Curry, Danielle Elkerboud van Optiek Ninon, Gail Eijk, Giovanni Zeggen en Shigeo Lee. Elkerboud poneerde een interessante stelling. Wat als ik zeg, ik vind dat social media een belangrijk onderdeel is van onze sociaal-maatschappelijke evolutie. Je kan er niet meer omheen. Het is er, het gaat niet meer weggaan. Dus hoe ga je ermee om? En het, voor Suriname is het vrij nieuw, jong. Dus we zijn lerende. En ik denk dat als we met z'n allen een positieve impact hebben met onze social media kanalen, dat we een gigantische positive impact als een golfbeweging door die hele maatschappij kunnen laten gaan. Panellid Curry vindt dat gebruikers van social media moeten werken aan zelfregulatie. Omdat het heel moeilijk is voor autoriteiten om regels te maken bij het gebruik van social media, zegt hij. De vraag die ik dan in de zaal heb, wie vindt het leuk dat er dode mensen op lijken getoond worden op social media? Kan iemand zijn hand opsteken? Wie vindt het gezellig en leuk? Niemand vindt het leuk? Oké, de vraag is dan, wat doe je eraan? Want we kunnen natuurlijk de vraagstelling hebben, we laten het aan anderen over wanneer ik praat over self-regulation. Self-regulation, dat betekent dat je zelf de vraag moet stellen, wat is mijn rol die ik daarin vervul? Ja? En wat ik doe, als er bij mij zijn het gewoon scheldwoorden, mensen die op mijn dingen schelden, stuur ik een private message, kan je alsjeblieft het eraf halen, anders you're unfriend. En in 100 van de 100 keren is het direct eraf gehaald. Dirk Curry, directeur van de Fernandes Groep. Hij maakte deel uit van het community panel tijdens de social media conferentie gistermiddag in de bankethal van Hotel Torarica.